Ja. Ze zitten een vent in de kroeg, hè. En die krijgen het maar niet voor elkaar om een wijf te versieren. Terwijl er een andere vent zit. En die versiert ze achter elkaar, hè. Ja, gewoon naar die vent toe. Hij zegt, joh, maar hoe doe je dat nou, joh? Allemaal de wijf versieren. Maar zegt hij, dat simpel. Ik heb gewoon een sleutel aan mijn poort. En die hang je dan aan je sleutelbos. Die pleur je op de bar. En dan komen de vrouwtjes vanzelf, hè. Ja, dat is een goed idee. Ja, dat gaan we doen. Dus nou, die kan ook een sleutel hangen, weet je wel. Komt hij de volgende dag. Hup, die bos op de bar. Gebeurt helemaal niks. Die tering zo, ik ken het nou. Gaan we naar die vent toe. Maar ja, jongen, het gebeurt helemaal niks. En de sleutelbos gekocht, de bar. Wat is het probleem? Hij legt die vent. Hij probeert nou, we hebben morgen nog een keer, maar doe dan je bronfiets helemaal even af.